Benieuwd naar de ochtendroutine om miljonair te worden? Let dan goed op, want de ochtendroutine om miljonair te worden is geen ochtendroutine. Het is vrij simpel. De meeste mensen zoeken op YouTube naar ochtendroutines van miljonairs omdat ze denken dat ze zo miljonair worden. Nee, waarom zou je de eerste 2 uur van je dag besteden aan mediteren, dingetjes opschrijven waar je dankbaar voor bent, een stuk lopen, weet ik veel wat allemaal voor dingen, als je ook in die 1 à 2 uur van de dag kan bouwen aan je doelen. Dus je business of leren traden of wat dan ook, waardoor je dus dichter bij je doelen komt. Dat is veel belangrijker. Dus ga eerst eens gewoon die 1 à 2 uur van je dag stoppen in het bereiken van je doelen. Het werk dat je moet doen. En op het moment dat je verder bent, je doelen bereikt, je een x-bedrag verdient dat je wil verdienen, heb je wat meer ruimte en kun je gaan kijken naar een langere ochtendroutine. Maar stop gewoon eerst het werk in. Dat is veel belangrijker om bij je doelen te komen. Onthoud het goed, ga ermee aan de slag. Wil je meer van dit soort video's? Geef me even een follow.